en onverstaanbaar land. Met groen en al zijn wit en val. Toen zijn we heel aanplassen, dat mag niet. Oeh, alleen dames, heren niet, de heren moeten doorlopen. Wat geweldig, jullie thuis kunnen zeggen, de grote optocht van het Kielergat 2018 hebben wij meegereden samen met de Narenkoppen. Fantastisch jongens, dit ook van voren en van achteren afstappen. En dat jullie hebben weer een mooie inkijkje gegeven van ze achteren af. Ja. Ja, de foto is gemaakt, u mag weer. Jongens, voorzichtig aan, denk om de veiligheid. Want de Narenkoppen werken alles in het werk gesteld om de veiligheid natuurlijk te waarborgen. Wat dat betreft kan ik u garanderen, een van de meest veilige wagens in heel de Kielergatse optocht is deze wagen nummer 51 van de Narenkoppen. Ook aan uw veiligheid is gedacht, dus wilt u wel meewerken om voorzichtig aan de achterkant af te stappen. En loopt u nu, want u had de kans dit jaar als een van de weinigen een unieke inkijk op de markt van Breda. Kinderkopje, met een prachtig stadhuis met de banieren. En kijk eens, de grote kerktoren. En als dat toch, u ziet alles bewegen, alles draaien naar boven. Maar is het hier wat mooi van boven? Aha. En jullie zien het van heel dichtbij. Dat jullie mogen zomaar over de wagen heen lopen. Door de wagen heen om het hier wat te verkennen. Ik weet zeker, jullie zijn de beste toekomst. Als die kleintjes mogen hier op de markt kijken. Voorzichtig van voren aangekomen. En kijk eens hier op de grote markt van Breda. Hoe mooi dat die dan hier is. Oh, wat een feest. Jij mag zomaar op de wagen mee rijden. Leuk hè? Ja! Wat een super emotioneel idee van de Narenkoppen. Om ook u een inkijkje te geven in de wagen mogen worden. Maar wel een fantastische situatie van de Kielergat. De markt van Breda, niet alleen de buitenkant, maar ook voor. Niet alleen de buitenkant zijn, maar ook de binnenkant. Hoe ziet dat marktplein van Breda van binnen eruit? Dat laten wij u zien. Dus wilt u die mooie grote markt van Breda van dichtbij een tijdje? Dan bent u niet voorbij, of wij zien, of dan moet u voorbij houden. Kom, kom die wagen uit de dichtbij.